Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, je hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één raadlapparaat. Wij van de EHBO zien het liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en raadlapparaat. Een ratelapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar die horen dan het ratelapparaat en denken, hé, hey, een ratelapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu heb je ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat ratelapparaat niet, maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken, hé, hey, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel ik voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van de sterke arm die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stapt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stappen wij niet meer door het rode licht te lopen? Ja, als wij niet stappen, stap ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen?